Dames en heren, welkom bij de tijd van wereldoorlogen, les 20, de Tweede Wereldoorlog, atoombom op Hiroshima voor de HAVO. In deze video kijken we naar de Tweede Wereldoorlog en voornamelijk naar de wapens die werden gebruikt en hoe die burgers nou betrokken waren bij deze oorlog. In deze video past bij de kenmerkende aspecten uit tijdvak 9, het voeren van twee wereldoorlogen, namelijk de Tweede Wereldoorlog en. Die tweede kenmerkend aspect, namelijk verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgeroorlog bij oorlogvoering. We gaan dus kijken naar die burgers, hoe zij betrokken raken bij die oorlog en wat voor gevolgen dat heeft voor die burgerbevolking. En we kijken naar de wapens die gebruikt werden in die Tweede Wereldoorlog, die. Ongelofelijke verwoestingen teweeg brengen tijdens deze oorlog. In Europa, maar ook buiten Europa, Azië en alle andere landen die betrokken raken bij die Tweede Wereldoorlog. Dames en heren, in augustus 1945 zijn de asmogendheden verslagen. Japan in augustus 1945, nazi Duitsland in mei 1945. Maar de overwinning is bitter, bitter zoet. Na de Tweede Wereldoorlog ligt Europa, maar ook Azië. Compleet in puin. En hoe komt dat nou? Dit is toch niet de eerste wereldoorlog die gevoerd wordt? Nee, de Tweede Wereldoorlog is de Tweede. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er ook verwoesting, maar op een veel kleinere, relatief kleinere schaal. Hoe komt het nou dat die Tweede Wereldoorlog zo vernietigend is geweest? Nou, allereerst. De inzet van tanks en vliegtuigen en de ontwikkeling daarvan heeft enorm bijgedragen aan de bewegelijkheid van fronten. De Eerste Wereldoorlog was een oorlog van vier jaar die voornamelijk op een front die. Statisch bleef werd gevochten en het frontgebied in België en Frankrijk werd compleet verwoest, maar de gebieden buiten het frontgebied bleven relatief onaangetast. Maar in de Tweede Wereldoorlog is er geen statisch front en wordt er overal in Europa gevochten. Verder, de inzet van gigantische hoeveelheden tanks en vliegtuigen hebben ook bijgedragen aan de bewegelijkheid. Tanks zorgen ervoor dat het front doorbroken wordt. Vliegtuigen vliegen over het front heen. Dus overal wordt er gevochten en vindt er vernietiging plaats. Grote delen van Europa zijn verwoest. Door de bewegelijkheid van die fronten. Um, wat we ook zien is dat de wapens enorm zijn toegenomen qua vernietigingskracht: grotere bommen, grotere kanonnen, grotere tanks, noem maar op, kies maar uit. Zelfs de atoombom, daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Um, de wapens hebben gewoon enorme vernietigingskracht en dus ook uh, zorgen voor gigantische hoeveelheden slachtoffers. Wat we ook zien is een andere manier van oorlog voeren dan. In de Eerste Wereldoorlog. We zien uh, terreurbombardementen ontstaan, waarin bijvoorbeeld de westelijke geallieerden Duitse steden uh, plat bombarderen met terreurbombardementen. Niet om wapenindustrie, niet om soldaten uh, uh, te bombarderen, nee, om de burgerbevolking te bombarderen. Om het moreel te breken van het thuisfront. Nazi-Duitsland deed dat ook. Er werden terreurbombardementen op Warschau en Rotterdam gepleegd. Gaan we zo meteen ook nog even naar kijken. Maar wat duidelijk moet zijn, is dat Europa in puin ligt door deze oorlog. En we zoomen nu even in op die terreurbombardementen. Ik noemde ze net al. Nou, de Duitsers deden, net zoals de geallieerden, aan terreurbombardementen. Een voorbeeld is Warschau. De hoofdstad van Polen werd, werd plat gebombardeerd. Net zoals Rotterdam met, met vuurbommen. En Londen. De vorige video hebben we hiernaar gekeken. De Battle of Britain. Londen werd ook systematisch gebombardeerd om de Britten te dwingen tot een overgave. Vanaf 1942 gaan Britten en Amerikanen dat in Nazi-Duitsland doen. Grote formaties bommenwerpers bombarderen de grote Duitse steden in de hoop dat Duitsland zich overgeeft. Nou, en in 1945, dames en heren, na vijf, zes jaar bombardementen over en weer, is meer dan de helft van de huizen in Europa ofwel beschadigd of totaal vernietigd. Meer dan de helft. Dus dat zijn gigantische verwoestingen die je niet eens kan voorstellen. Wat we ook zien is dat de Amerikanen niet alleen Nazi-Duitsland bombarderen, maar ook Japanse steden. We kennen vooral de Amerikaanse bombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Door middel van de atoombommen, die zeer gigantische, krachtige bom, die duizenden, tienduizenden slachtoffers maakt in één klap. Na die bombardementen geeft Japan zich ook al vrij snel over, omdat ze weten van dit, is niet, dit kunnen we niet volhouden, hier is geen verdediging tegen. Maar Amerikanen bombarderen ook Japanse steden met vuurbommen. Japanse steden waren voornamelijk van houten huizen gemaakt en met een vuurbom creëer je een vuurzee waardoor er gigantische branden ontstaan, waarbij ook duizenden slachtoffers vallen en ook hele steden platgebrand worden. Dus die toegenomen vuurkracht, die toegenomen vernietigingskracht, de terreurbombardementen, zorgt voor een ongekende vernietiging die we nog nooit eerder in de geschiedenis hebben uh, gezien. Het is het bloedigste conflict uit de geschiedenis, dames en heren. Een oorlog, totale oorlog met 80 miljoen doden. Er worden ongekende vreedheden uh, uitgevoerd door de Duitsers, Japannen en de Sovjet-militairen, ook tegen de burgerbevolking. En ook de Galliëren zijn niet uh, vrij uh, hiervan, maar op een veel minder grote schaal dan de, dan de, de Duitse, Japanners en de Sovjet-militairen dat deden. We zien hier even een klein opzommetje van hoeveel slachtoffers verschillende landen te betreuren hebben. De Sovjet-Unie, 26 tot 27 miljoen slachtoffers. China, tussen de 15 en 20 miljoen. Het is niet eens zeker hoeveel dat er zijn. Duitsland, 7 miljoen. Polen, 6 miljoen. Doden, 6 miljoen slachtoffers te betreuren. Een ongekend aantal in de geschiedenis. Die Westerse geallieerden, de, de, de VS, Engeland en Frankrijk, voerden de oorlog uit naam van de vrijheid en democratie. En. Uh, er beginnen geen systematische vre vreedheden, hoewel dat wel uh, al in sommige gevallen in incidenten sprake van is. Maar ze zien wel dat er terreurbombardementen worden uitgevoerd op de Duitse steden. Grote vuurzeeën in bijvoorbeeld Hamburg en Dresden, waarbij grote delen van de burgerbevolking uiteindelijk uh, uh, omkomen. Door die ongekende vernietiging en die vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog komen de verschillende landen ter wereld toch tot de conclusie dat zo'n conflict vermeden moet worden. En na de overwinning op Duitsland en Japan in 1945 wordt daarom ook de Verenigde Naties, de VN, opgericht. Nou, waarvoor is die VN opgericht? Nou, voor één ding eigenlijk: ervoor zorgen dat zo'n gigantisch conflict nooit meer kan voorkomen, voorkomen. En dat we dus ervoor moeten zorgen eh, dat we conflicten uitpraten in plaats van uitvechten. Nou, die Verenigde Naties is dus een volkerenorganisatie waarbij grote mogendheden, denk hierbij aan de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, even moeten zorgen dat er orde blijft en vrede blijft in de wereld. En als een soort politieagenten proberen zij die vrede te handhaven. Nou, in tegenstelling tot de Volkenbond voor die eerste wereldoorlog of na de eerste wereldoorlog, excuus, kan de Um, Verenigde Naties wel strafmaatregelen opnemen door middel van de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad is de belangrijkste vergadering van de VN en die kan ook besluiten om bepaalde sancties op te leggen aan landen die die vrede bedreigen. Dat kunnen economische sancties zijn, maar ook andere politieke sancties, strafmaatregelen zouden opgelegd kunnen worden. En op deze manier probeert de Verenigde Naties tot op de dag van vandaag, dames en heren, de vrede in de wereld te handhaven. Lukt dat helemaal? Nee, maar ze doen wel een goede poging om dat wel te doen. Oké, okay, wat gingen we deze video ook alweer leren? We gingen kijken welke wapens er werden gebruikt en hoe burgers betrokken raken bij die Tweede Wereldoorlog. En het antwoord erop is: na de Tweede Wereldoorlog waren grote delen van Europa verwoest. Door de toegenomen vernietigingskracht van de wapens en de terreurbombardementen vielen er vele slachtoffers. Japan gaf zich uiteindelijk over na twee atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki. De Tweede Wereldoorlog was het bloedigste conflict uit de geschiedenis. En na de oorlog werd de Verenigde Naties, de VN, opgericht. Dit was een volkerenorganisatie waarin de grote mogendheden de orde en vrede als politieagenten handhaven. De Veiligheidsraad is de belangrijkste vergadering van de VN en kan ook strafmaatregelen opleggen aan landen die de vrede bedreigen.